Martin, bestuurderscongres vandaag. Je hebt net presentatie gegeven over communiceren met je doelgroep. Mensen zijn net naar je workshop geweest, ze zijn naar huis gegaan. Waar moeten ze nog eens een link in houden? Ja, bepaal waar je mee gezien wil worden als club. In het volleybal is het belangrijk dat jongens bijvoorbeeld, dat we jongens aan ons gaan binden. Hoe laat je dan zien dat je interessant bent voor jongens? Dus laat zien dat die jongens bij je club rondlopen. Laat zien dat ze hartstikke leuk hebben. Tweede, geef jongeren een rol in jouw communicatie. Nou, om meerdere redenen. Zij zijn hopelijk nog het doelgroep van de vrijwilliger van de toekomst. Kun je ze nu al aan je binden. Ja. Maar belangrijk is, zij kunnen veel beter vertellen wat hun boeit, wat tot hun zeg maar, ja, betrekt bij de vereniging, dan dat een bestuurder dat het kan doen voor 40 jaar bijvoorbeeld. En de derde is deel het beheer. Maak het echt heel behapbaar. Kleine taken, 2 tot 3 uur per week. Maak mensen verantwoordelijk voor deelonderwerpen. Dus juist voor al die zaken op je gevonden wil worden, maar ook de middelen die beheerd moeten worden. Dus ja, knip het op en liever met z'n achter de communicatie draaien dan met z'n tweeën in kleine taken. Dus zorgen dat het behapbaar wordt voor mensen om te doen. Ja, absoluut.